Welkom bij de korte demonstratie over onze maquette betreffende de DevOps pipeline. Zoals elk proces starten we de DevOps fase met het plan. In de planfase kiezen we aan welke use story we gaan werken. In dit geval kiezen we de meest waardevolle use story van vandaag. Je ziet, het is groen. Inderdaad de juiste keuze. Vervolgens kiezen we welke codingprincipe we gaan toepassen. In dit geval gaan we kiezen voor test-driven development. De beeld wordt gestart automatisch, de code wordt gecheckt, testen gaan lopen. Je ziet dat de testen nu lopen. En die testen zijn als het goed is succesvol verlopen. Als volgende kiezen we op welke manier we de release willen doen. Canary release of dark release. Kiezen voor de dark release. Dat betekent dat we de software naar productie brengen zonder dat het nu beschikbaar is meteen voor de eindgebruiker. Volgende stap is die we kiezen of we eerst naar stage gaan of direct naar productie. Nou, kiezen we direct naar productie. Nou, dit is wel mogelijk, maar let op, er verschijnt een waarschuwing dat je direct naar productie gaat. Vervolgens is de software gedeployed naar productie. In de operator gaan we kijken. Dan zien we dat het aantal gebruikers langzaam toeneemt. Dan zien we dat CPU memory toeneemt. Performance wordt slechter. En vervolgens wordt automatisch de scaling gedaan, worden instances toegevoegd. En de performance is weer goed. En als laatste stap gaan we inderdaad verifiëren hoe de oplossing in productie is gezet. We vragen feedback van de eindgebruiker. Bent u tevreden met de manier hoe het gedeployed is of niet? En vervolgens starten we het proces weer opnieuw. En de eerstvolgende story is weer de meest waardevolle story van vandaag. En zo wordt de cyclus herhaald.